Is dat bij Caroline ook zo eigenlijk? Heb je het gevoel dat hij ook alles bedenkt van tevoren of doet hij maar wat? Nou, doet hij maar wat is ook weer... Nee, maar ik denk niet dat zij alles van tevoren bedenkt. Zeker niet, inderdaad. Daarom gaat er misschien af en toe is wat fout of gebeurt er wat waar ze dan later op terugkomt of het iets anders moet. Bijvoorbeeld bij die tweet van Zelensky, dat had ze ook niet verwacht dat er zoveel... Nee. Ze komen, die bedenkt niet alles van tevoren. Is ook tot, wat zei je, kort voor de kop? Zei je gisteren kort voor de kop, hè? Beetje vermoeid, beetje aangespannen. Nee, ze is snel aangebrand, ja. Ja, ja, ik hoorde dat jullie zeggen gisteravond, dus ik dacht, ga ik toch nog even naar de toe om dat te checken. U had gisteren natuurlijk geen tijd om VI te kijken. Maar de mannen die maakten zich een beetje zorgen over u. Ja, die vinden dat u er toch moe uitziet en moe overkomt. Klopt dat? Klopt. Ja, ik ben echt heel moe. Ja, dat klopt. En zeker in de laatste dagen natuurlijk heel veel gebeurd. De afgelopen weken, lange weken gehad. Ook met die kandidaten, verkiezingsprogramma. En ik zou bijna zeggen, ik ben toe aan reces. Maar ik ben net terug. Ja, ze ziet er ook moe uit. Ja, maar wat is er met die vrouw wel niet gebeurd, lieve schat? Met nee, die komt daar op zo'n tractor 2 jaar geleden binnen. Ja. In die Tweede Kamer. En die denkt, ik laat daar 3 keer in de week een boer voor de gezelligheid. Ja. Ja. Ik drink een kop koffie en ga naar huis. Ja. En wij hangen nu aan haar. Alsof zij moet het gaan doen nu. Zij gaat het voor ons. Zij gaat het oplossen. Ja, daarom. Zij moet het uit de mond. Nee, maar dit is toch, wat met haar gebeurd is absurd. Nee, zij is de baas in de Eerste Kamer. Ja, maar dat is toch absurd? Ja, natuurlijk is het absurd. Dat had ze van zijn levensdagen niet kunnen verwachten. Nee, maar zo zie je dat een doorsneevrouw uit een rijtjeshuis in Deventer, die met een leuke boodschap komt en die het in beeld goed doet, wat ze spat van het scherm af, dat hij een heel eind kan komen. Maar weet je wat het is, Johan? Je kan wel zeggen, weet je wel, van geen druk. Dat brengt toch druk, dat brengt druk met zich mee. Ja, natuurlijk. Dat is onvoorstelbaar natuurlijk bij dat vrouwtje op dit moment. Gaat je ook anders ze met dragen. Dat tractorretje 2 jaar Maar daarom vind ik het ook heel verstandig dat ze Mona Keizer voor de inhoud erbij gehaald heeft en voor de ervaring.